Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van, nou ja, eigenlijk een hele nieuwe serie. We gaan hier beginnen met hardcore en we zijn hier samen met... Hey, Erwin. Hey, yo, hi. Hallo. Hallo. Ja, even je naam, misschien is dat wel makkelijk. Oh, ik sta nog bij de spawn. Shauni. Shauni! Hardcore city, like a fresh new next level! Next level, ja. Ik ga heel eventjes de regels eventjes voor iedereen uitleggen. Op het moment dat iemand hier dood ingaat, is het ook echt game over en lig je uit de serie. Dus de doden kunnen ook niet spreken nadat ze dus zeg maar het niet hebben kunnen overleven. Klap even bij aan. Auw. Ja dus. Duidelijk antwoord. Maar dit is niet alles wat ik te melden heb. Wij hebben namelijk ook nog iets heel erg leuks. We hebben namelijk ook 4 camera mensen. Ik ben er één van. En ik? Ik ben Robin. Geen serverlek nu al. En we hebben ook serverlek nu al. Nee. Ik heb geen last van lek. Nou, het staat nu een half minuut stil, iedereen. Des te eerder wordt het donker. Nou, ik hoop niet dat het donker wordt. Dus, ik moet echt wennen aan en we hebben één doel en dat is zeg maar de witte te verslaan dus vandaag. En er komt weer een Wall of Awesome Comments met dit keer een leuke giveaway. Yay! Ik heb er weer zin. De giveaway die gaat zeg maar als volgt. We hebben weer een dog tag van Smash die we weg kunnen geven. En als je dus zeg maar op de Wall of Awesome Comments komt te staan, die zal vanaf aflevering 3 hoop ik gaan beginnen. Dan ben je automatisch geselecteerd voor de giveaway. Dus een van de mensen die op de Wall of Awesome Comments komen, die wint de giveaway. Heel leuk. Top. Dus ik denk dat ik zo alles wel heb uitgelegd. Ik ben nog steeds hout aan het hakken hier. We hebben wel een mooi playingveld eigenlijk daar aan de achterkant. Daar kunnen we wel mooi een huis maken en zo. Goed. Ik bedoel, dat is dik bij de spawn, dus dan kunnen we een kompas maken en dan kunnen we de map maken als we willen en zo. Ik heb even al mijn achievements geïnt. Maar dat maakt niet uit! Ja, er is één achievement die bij mij helaas niet werkt. Kill towelen? Nee, ja, dat zou graag. Dat zou gaaf zijn. Dus, kill towelen. Maar je had toch. Ja, nou ja, ik hoop echt niet. Ik wil echt niet als eerste dood. Die als eerste dood gaat. Lira, ga weg! Hey. Bij elkaar blijven. Oké, nou hartstikke leuk. Ik heb even zin in, joh. Ik moet wel even wennen aan die texture pack. Zeg, default. Lijkt net of ik een NES-game aan het spelen ben. Zeg maar. Sorry. Nou, ik heb dat eigenlijk zo gedaan omdat, zo kun je dus zeg maar precies zien hoe en wat. En zoals jullie zien, de layout die ziet er iets anders uit. Aan de onderzijde zien we dus zeg maar, onze 8 icoontjes. Ieder icoontje heeft dus zeg maar een speler. En mocht de speler doodgaan, komt er een kruis doorheen. Zodat we dus de progress van hoeveel spelers dat we nog hebben, dat we dat precies kunnen zien. Mooi! Prachtig. Erwin, je bent een boom proberen aan het minen die spawn protect is. Kijk maar, die spamboot. Hij was net zo lekker bezig, ga dan nou. Ik heb last van game lag dus. Ik weet niet welke boom nou niet gespawnd is. Kijk die bjergen. Die bjergen? We zijn allemaal druk bezig met hout hakken, dus Stap 1. Ik pak heel eventjes mijn dingen erbij om heel eventjes voor mijn pijldingen, zeg maar. Dit icoontje is natuurlijk zelf de Play 20. Dit icoontje is de Tauler. Dit icoontje is Marco. Dit icoontje is Erwin. Dit icoontje is Shauni. Dit icoontje is Leroy. Dit icoontje is Xamtos. En dit icoontje is Blob. Hey, ik noem je gewoon Blob. Bloppie. Ja, dat is prima. Blob. Dat is en dan kom ik daar heel eventjes met pijltjes heel eventjes. Hey. Nou ja, dat moet de toekomstige ik maar doen. Oh, die gaat een pain in de jas krijgen met dit te bewerken. Oh, ik zie eieren. Een stuk. Ja. Ik begin nou wel honger te krijgen. Is er wel iemand aan het jagen? Ik zie al een zombie. Ik heb al 3 kippetjes. Oh, mooi. Ik ga alvast richting de plains om alvast even dus begin te maken van het huis. Van een klein huis. Is dat hier in de buurt? Ja, gewoon hier in de plains. Oh, kippetje. Ja, tok. Ik ben al kool aan het minen. Time to strike met mijn vuisten. Het voelt als de walls. Voelt als de walls? Nou, totaal niet. Ik vind het wel. Ik speel het nu echt als een bange poeper. Zo. Zaadjes. Lekker. En dat beent langzaam, man. Oh, mijn microfoon. Microfoon staat netjes geschreven, dus ik weet niet of je hoort. Ja, je was goed te horen. Hebben we al een idee waar we het huis neer gaan zetten? Ik ben al aan het bouwen voor het huis. Niet meer. Oké. Zal ik er vast. Hey, kippetjes. Waar is de zon? Oh boy. Oh shit, de zon gaat onder. De zon gaat onder, jongens. Oh boy, dit moet sneller. Ik kom hier, laat me je helpen. Ik kom eraan.
Hey nee. Aaron, oh, dit pak ik even mee. Ik val. Oh, ik heb geen hout. Okay, ik heb nog hout. Jullie hebben natuurlijk allemaal een bed. Jongen, heb jij al schapen gevonden dan? Nee. Oh, ja, we spelen nu tot 1.8. Hier komt de deur, jongens. Ik heb hier al voor een deur. Dus, Ik moet echt naar jullie toe komen. Oké. Want ben ik echt zwaar in de problemen. Een varken! Jongens, het is donker. Ja. Oh, chips. Ik weet niet waar jullie zitten. Oh. Ik heb 7 kippen. Jullie zijn de plains ingelopen, toch? Bij het water volgen. Het water? Water. Oh boy, we zijn de touwen kwijt. Ik heb al een idee waar jullie zitten. Ja, hij is ons kwijt. Oh shit, ik heb geen Optifine. Ja, oh, maar ik zie jullie wel. Ik zie jullie al. Kom maar. Zombie! Shawnee, kijk uit, zombie! Let me have him. Wat is je bang voor zombies? Ja. Ik heb nog geen zwaard. Ja, ik heb al een zwaard, waar is die? Hij is al dood. Zombies doen je niks. Alhoewel. Nu moet ik mijn blokken geven om door te bouwen. Ik heb aardig wat kippetjes. Probeer ze deur te bouwen, dat is juist het belangrijkste. Ik gooi ze wel in de kist. Kan hij nee, geef ze aan mij. Ik heb hem nodig! Jongens. Kom aan. Hop. We moeten een deur en een vloer. Heb je? Nee, jij hebt ze. Stefan! Van hier! Zo heb ik. Nou, kom hier. Geef ze gewoon in één keer, man. Geef me blokken! Ik moet even een furnace maken. Waarom kan niet? Ik kan niet rennen. Jongens, ik ben aan het smelten. Oh, ik heb honger, grapje. Hoi. Ik heb 4 eieren. Kunnen we hier al een kippenvorm maken binnen? Dat zou ideaal wezen. Oh, oh nee! Lava. Hier, neem er nog 4 van mij. Ik heb de zaadjes gepakt. Oh. Ja, kippetje. Ah! Oh, hoi. Hallo. Nee, niet 5 hoog. Hier maken we gewoon een plafond of zo. Wat gebeurt er? Ik bedoel, het hoeft super fancy te worden als we maar veilig zijn. Als we maar blijven overleven de eerste nacht. Hé, hey, spinnetjes. Wat doe ik? Wordt al gezellig. Ik probeer een ladder te maken. Oh, pas op. Oh. Zoveel upgrades. Poink. Prachtig. Wilt iemand even fans maken? Dat is toch mooi? Wat? Waar? Fans. Sorry, ik ga er al voor. Ik heb een bel, We hebben hout. Jezus. Waar? Is hij er nou op? Komt hij nou al even los? Hé, de kleur past er niet. Nee. Ah. Oh, sorry, Leroy, sloeg ik? Oh, sloeg Erwin volgens mij. Ja. In je gezicht. Oh. Ik zal hem aanklagen, geen goed. Ik zal hem aanklagen. Ja, is goed. Leroy, pak hem. Au. Nee. Zo. Oh jee. Appa. Ze worden agressief. Jongens, we hebben een huisdier. Wie? Boven. Hey, kom eens. Ja, nou een botertje. Ja, hoor dan het weer. Sjuist. Niet aan het plafond. Zak zand. Minecraft 101. Shiny! Het is mijn wereld! Zak met je zand. Zand! Zandzak die je er bent. Oh, hartstikke mooi. Niks meer dan doen. Doe dat nou eens niet zo zanderig over, man. Weet je wat? Als jij doodgaat, maken we jouw kruis wel van zand. Hey, pas op, hè, want ik heb hier wat. Nee, Niet weer. Haha, ik heb het opgepakt. Ja. Nee, niet in deze let's play. Wat heb zand is op zijn hoofd? En serieus, man! Wat zijn er voor Dat is codering voor please kill mij. Maar kijk deze kant. Oh, Touwler, kom eens hier staan. Ik wil even een leuk edit grapje maken. Mijn toekomstige ik ga hem halen. Hé, hey, Touwler. Camera swap! Oh, leuk! Oké. Okay. Oh, gezellig! Kijk hoeveel mensen! Wie is die? Wie is dat? Oh, dat is Blob! Ik ben een hondje. Dat is ons hondje. Hij is een hondje. Ah, jij bent ook een hondje, Sean. Maar we gaan even kijken. Hey, we moeten wachten tot het dag wordt. Of heeft er iemand al gewoon een fatsoenlijk zwaard dat hij al een beetje zeg maar, meer vlees kan halen? Ik heb een fatsoenlijk zwaard. Nou, durf jij al de duisternis in? Ja, I'm going! Oh boy. 3, zet hem op, helden. 2, 1. Nee, grapje. Dat gebeurt meestal wel als ik in paniek raak. Ik wacht wel even. Ik durf niet echt de duisternis in, want we hebben hier natuurlijk heel veel van die. Au. Oh, kijk wat voor achievement ik heb! Wij zijn monster hunters. Ah, waarom ook niet?
Creeper! Pas op voor de creeper! Ja, ik ben weg, ik ben weg. Oh, oh, oh. Creepers hebben slechte herinneringen. Veel plezier naar buiten! Moet echt even goed gaan. Ik heb wel iron al, hè? Stel het je scheidszakken, geef mij dan een zwaard, kom maar. Zullen we maken een zwaard. Ga weg, draait. Let's do this! Welkom! De deur dicht bouwen. Welkom! Oh, ik heb geen zwaard. Wat is er? Nou, Leo heeft mijn zwaard opgepakt. Ja, zou ik hier blijven? Heb ik jouw zwaard opgepakt? Oh, sorry. Geef mijn zwaard terug. Die was voor mij bedoeld. Geef mijn zwaard, welkom. Oh, het is hier heel veel. Skeleton. Hij ligt op de grond, hij ligt op de grond, Sean, nu kom terug. Nee, pak hem op, kom terug. Skeleton is dood. Sean, niet achter je. Wat is gebeurd? Ik wil geen houten zwaard, geef me een steen zwaard. Wees bij daar wat van me krijgen, joh. Jezus. Hé, hey, wie kan er nog even een furnace bij maken? Oké, okay, YOLO, ik heb een houten zwaard, ik ga erop af! Hallo. Hallo. Waar is nou mijn zwaard? Is die ligt er nog steeds hier op de grond? Die ligt op de grond, buiten! Jij helemaal niet... Waar? Buiten! Oh, hallo. Hallo. Hey. Uh-oh. Auske. Oeh, twee verdiepingen. Duh! Dit is de grootste vraag, wie gaat als eerste dood? Oh, ik denk zo niet. Oh, eentje. Niet killen, niet killen, niet oh killen. Oh boy, jongens, ik ken het huis niet in, want er staat daar een... Ik weet niet, oh boy, oh, oh boy, oh boy. Donnet! Rennen! We moeten hem helpen. Oh shit, Leroy. Dat doet pijn! Leroy! Ja, stop, ik kan elkaar slaan. Dit was een dom idee, dit was een dom idee. Hier, Erwin. Laat me erin, laat me erin, laat me erin, laat me erin! Go! Stop! Die pijlen, die staan hier fantastisch. Oh. Ik heb hier nog een zwaard voor iemand, alsjeblieft. Blijf voor iemand te maken. Oh mijn god zeg, dit is echt dangerous te komen loon. En alle stenen komen. Ah, die huis die we weer binnen gelaten trouwens. Kijk mijn zwaard, kijk mijn zwaard! Oh. Hoe kom jij? Huh? Is dat stone? Nee, iron. Hoe kom jij al aan een iron zwaard? Ik geef jou er ook één. Hey. Meer hebben we even niet, dus jij moet even wachten. Nou, Leo heeft tenminste zijn fantastische schoenen. Ja, dat is waar. Kijken. Ja, je hebt mooie schoenen, dat klopt. Oh, de politie. Headphone users. Serieus. Ik blijf binnen. Ga jij nou hier letterlijk even gelukkig poepen? Ja, wordt dat. Hey, nog één. Wat de fuck, jongens? Ze doen nog damage van hier tot het begin. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard gaan. Ik toch gewoon even wachten tot het dag is. Binnen! Rammen! Pas op, niet mij slaan, ik heb alles onder controle. Loop een beetje terug dan. Alles onder controle. Ja, we zijn allemaal dood. Potatoes! Oh, nee, spin! Creeper! Ah! Weg! Ik moet recoveren! Leroy, ga weg! Open! Nee! Nu al? Nee, hè? Oké, okay, ik moet recoveren. Oh. Ik heb wel... Jongens, ik heb een potato, we moeten gelijk een farm hebben. Ja. Mee eens. Potatoes zijn super! Bij de volgende dag ga ik even zorgen voor meer hout, dat we ook een houten vloer kunnen maken, want echt serieus. Ga ik lopen met stenen. Dus, ik ga ervoor dat we farmen. Dus ik heb nog 30. Ik wou dat we wapen hebben. Als we nou even wapen kunnen fixen. Ga gewoon met blok mee. Ik hoorde een enderman! Ja, ik weet het, ik was er al bang voor. Ja, niet naar buiten gaan, jongens. Echt serieus, als we een enderman zien, dat wordt onze dood. Letterlijk en natuurlijk. Zeg maar dat iemand een emmer heeft. Heb iemand een emmer? Ja, ik zie hem, voor de deur. Niet naar kijken, gek! Kijken ook niet naar. Het is bijna dag! Nou, dag! Santos, dankjewel. Oké, ik sta op het dak. Zou je wel een andere kleur gebruiken, hè? Die past niet bij de muur. Als jij botertje! Botertje! Ik kan niet beter, maar ik zeg botertje! We hebben onze botertje! Touwlig! Hey, waar ben je? Ik heb hem geplant! Oh, je hebt een botertje geplant. Ja. Botertje! Wat ben ik blij om je weer te zien! Oh, oh shit! Hallo botertje! Hallo. Hey jongens, we kunnen naar buiten. Pas op voor die enderman. Jongens, ik heb geen geniaal idee. Oh, daar zit hij. Oké, ik heb hem naar gekeken. Oh, don't be pissed, Oh shit! Oh shit! Is hij pissed? Oh boy! Ah, ik ga naar binnen! Ik durf niet! Laat me naar binnen! Oh mijn god! Is hij is binnen! Het begint goed. Durf hem aan te vallen? Hij staat binnen, jongens! Ik kijk naar de muur.
Oké, wie heeft de koeken... Wie heeft de koeken chicken in de furnace gedaan? Waarom zou gekookte kip... En de winnen! Ah! Die naar kijken! Ja, ik wil het ook niet doen, maar dan valt hij toch mij aan! Hij focus op Wilco. Hoe kan het... Ah, ik wil het niet! Doei! Tot ah, bedtime! Ik ben Hallo? Ik ben Jongens, ik heb een idee. Ik heb waar idee. Zijn jullie? Ik heb boven nodig. Ik ben op het dak gesprongen. Destiny! Ja. Help mij heel even. Yo. Ik heb kus... Oh, Bunny! Oh, cute! Ik ga hier even iets doen, wat nog nooit eerder vertoond is. Erwin, heb jij een schep voor mij? We gaan heel eventjes... Sorry, ik ga hem zo maken voor je. Oké. We gaan even iets geniaals hier doen. Oké. Ik ga een paar glazen maken. Koffer mij, hè? Ja, ja. Zo. Wie is een koffer? Koffer, waar is je andere aardappel? Ik ga een scheppelier pakken. Waar heb ik ook je steen gezien? Hier beneden, toch? Maak wel van de kant. Tijd voor meer hout dan, denk ik. Zie je wel een kip lopen daar in de verte? Ja, iemand hout zoeken. Heeft iemand een iron sword? Ik ben al bezig. Oh, hey. Ik ben er weg van halen. 1, 2, 3. Oh boy, er staat een creeper daaronder. Nou, ik ben in ieder geval niet alleen. Waar is hij onder? Hier heb je een cave system en hij heeft hem gezien en hij is niet blij. Ja, die Enderman is verliefd op Sony, zoals ik kan zien. Zo, we hebben in ieder geval... Nee, niet naar mij kijken. Dat was een knal. Ja, dat klopt. Weg hier. Hey Stefan, had nog? Ja, hij heeft me geen schade kunnen doen. Kom. Oké, mooi. Oh, stel je voor dat ik de eerste ben die uit de serie geknald wordt, dat wordt hilarisch. Dat is de angst van ons allemaal, dat we de eerste zullen zijn. Ik wil de eerste niet zijn, hoor. Kijk eens. Krijgt hij dan de titel grootste noob of zo? Ik ga naar je mee, Blob. Serieus, krijgt hij dan de titel grootste noob ooit? Dat wordt een van de eerste comments voor de wall waarschijnlijk. Leo, was het zand bedoeld? Ja, wie denken jullie die er als eerste het woordje gaat leggen? Of het Irish gaat leggen, aangezien dat het Minecraft is, weet ik veel. Uh-oh, ik hoor wat. Ik heb hier nog geen... Is die er nog steeds? Een rabbit, mag ik die vermoorden? Ik ben weg. Ah, wees lief tegen je rabbits. Bunnies zijn lief. Dood aan bunnies. Dood aan. Dood aan de touwler. Waarom staat hij binnen hier? Ik ben hier allemaal kip aan het afslachten, want ja, we moeten wel echt vlees hebben vanavond. Ik ook. Met eieren. Ik bedoel, als ik nog een keer zo'n zaadschotel van Piet kan overleven, dan... Oké, dus als ik het goed begrijp, staan er ook mensen aan het minen nu? Dat geluid. Ik was net bezig met minen, ja. Okay. Ik heb net twee kippen geslacht. Dus... Ik heb ik ben even bezig met eten. Heb wel steen of niet? Want dan kan ik even stenenbel maken, dan gaat iets sneller. Ik zie Shiny ook even genoeg voor. Ik ga wel even steen voor jaken, dat lag hier onder. Slacht. Oh nee, ik heb hier al steen, dus kan ik even wat extra tools maken. Ja, ik ga even de basisprincipes ook even doen van even wat. Hey, Varkens! Ik heb ook een pickaxe en ik heb een stenen bijl. Hey, getting an upgrade! Ik heb nog niet eens de eerste gepakt. Oh. Schapen! Yes! Ik heb alleen geen schaar, dus ze moeten dood. Ik had echt bij Iron. Geen schaar. We kunnen nooit een bed voor iedereen maken, maar ik heb wel één bed al. Time to farm. Ja, die wil ik ook. En ze geven natuurlijk vlees. Schapen geven vlees ook, hè? Swarma. Ja, dingen, konijnen bijna. Ook. Nee. Ja, het is wel handig dat we lekker veel eten kunnen we krijgen nu. Ja, ik heb liever wat die sprong ga ik niet wagen. Deze kan ik misschien wel wagen. Da! Oh. Ik heb nog wel wat eten bij me. Ik heb geen eten bij me. Ik heb wel een beetje eten bij me. Dus, maar ik ben ook ondertussen zeg maar beesten die ik tegenkom. Zoals varkens en koeien en kippen. Die slacht ik ook gelijk allemaal. Hé, appel! Dat is mooi. Gek op appels. Een appeltje voor de dorst. En voordat er gevraagd wordt, nee, dit is dit is gewoon vanille Minecraft. Geen mods zijn geïnstalleerd. Nee. Anders zouden we waarschijnlijk allemaal op dit moment dood zijn. Als je wil weten wat ik daarmee bedoel, kijk naar de aflevering Modded Survival Part 1. Echt doen hoor, ik heb al 4 bedden als voor degene die het wil weten. En dat is geen geintje, ik heb echt 4 bedden al gevonden. Ik heb slumber party! Climb. Hi, it's what all the evil's about. Keep this lantern full, it will keep you safe. Bezig.
Oké, ik ga terug naar huis, want misschien ben ik ben wel blij dat ik nou geen deurbel heb, dan hoef ik in ieder geval die hi niet erin te editen. Dat is waar. Hé, hey, Blob, ben je... Oh, ik heb geen deur meer. Kan we ons steen aan het verzamelen? Ja, bij de weg. Denkbeeldige deurbel gaat af in 3, 2, 1. Denk nou. Hi. Niet weer! Nee, niet in deze let's. Niet in deze let. Heb je wat eten voor mij? Ja, kijk maar in de furnace. Ja, dankjewel. Dankjewel, moeder. Alsjeblieft, zoon. Oh, is dit voor een mooi gat? Wordt dit ons zwembad? De plek van vrouwen, hè? Opa ja, Erwin, doen, wordt dit ons zwembad? Hi, hi. Hey Leroy. Hoe vind je het mooi, hè? Ja, het is een beetje droog. Nou, dit was wel een succesvolle hunt. Ik heb echt hey, Marco. Dag, Marco. Hoeveel hartjes vult vlees van de schapen? Je bedoelt hoeveel vleesballetjes? Ja. Volgens mij hetzelfde als varken of zo. Volgens mij net zoveel. Moet je het ook niet koken? 3 of 4. Ja, je moet het wel koken. Dat wel. Ja, doe maar hoor. Zwarm en rauw eten, dat is echt niet lekker. Nee, En niet goed voor je. Zo heb jij het wel een keer geprobeerd dan? Nee, maar ik weet wel dat wat echt totaal niet goed is. Dan krijg je lintworm, pinworm. Yay, iron! Pinworm? Alle soorten wormen. Ik vergeet dat we ook nog ruimte maken voor een eventuele graveyard. Oh ja, en niet opzoeken wat de lintworm is, dat krijg je spijt van. Wat ben je aan het doen? Ja, dat is een worm met een lintje. Glazen maken. De beste worm ooit. Ah, 9 eieren, 0 kippen. Wat is dit voor hekserij? Oké, maar we hebben al lekker veel vlees alweer. Ik zie hier ook iron, ik ga dat even pakken. Ik ga eerst even het eten. Huis of de glazen. Oh, Leroy, ik ga eerst even het eten voor. Sorry! Eerst even het eten, want dat is belangrijker. Ja. Oh, ik hoor heb zombies. Heb drie stukken kippenvlees dus. Ja, zombies? Is dat donker? Nee, maar ik sta hier naast een grot en daar kunnen ze dus zeg maar in zitten. Kan jij nog een ei gebruiken, Wilco? Ja, nee, gooi maar op de grond, want wie weet om er een kip uit. Pik, ik sta in de pik. Oh boy. Ik zou op de grond gooien! Niet... Ja! Yes! Shaudi, je bent geweldig! Sorry, ik bedoelde kapot, man. Ik ga wel even 10 minuten in het schaamtehoekje zitten. Stefan, dat was hilarisch. Ben je er nog? Ja, ik ben er natuurlijk nog. Ja, ik ben aan het laatste wat ik van je hoorde was dat je in een fik stond, dus. Ja, dat klopt. Maar ja, als ik dood ga, dan krijg je de tekst in beeld, hè, dus. Ja, weet ik, maar dat zie ik. Maar, dat was echt grappig net. Ja, was dat bij jou te zien? Want dan gaan we automatisch naar jouw camera, dus. Achter je Kijk eens achter, man, dan! Voor de mensen die weten wie zijn camera op dit moment zeg maar draait, onder in de logo kun je dus ook een camera-icoontje zien. Waar is huis? Nee! Waar is huis? Waar is huis? Waar is huis? Waar is huis? Frick. Oh, ik zie het huis al. Nevermind. Oeh. Wauw, Jochie. Ja. Ja, ik werk al op mijn centen. Ja. Het eerste wat, echt, ik zou nou niet graag willen vertwalen. Oh, zelfs een vulkaan in de achtergrond zelfs. Nice. Nice. Wow. Huh? Dus, waar is het huis nou? Dat niet. Nou, dat is wel echt heel ver om naartoe te gaan. Wel link, maar... Even kijken, want ik zie hier... Zie ik... Oh, we hebben zelfs ook paarden hier. Oh, daar is het huis, oké. Okay. Heel veel stuff, jongens. Echt gaaf. Hey, kunnen iemand die... die kippen... Waar is dan een vulkaan? Ik zie een vulkaan. Maar. Ik heb een vraagje. Als ik dus met een houten pickaxe op iron map... Niet doen, niet iron. Doen. Slecht plan. Heel slecht dat plan. Laat. Oh. Ben je iron kwijt? Ach ja, nee. Nou, we weten al wie de noob van de dag is. Nou, daar kan ik toch ook niks aan doen? Schapenvlees vult 3 hartjes. Laat ik het zo zeggen. De kijkers verwachten tot we weten wat we doen. Dus hebben al de kijkers het mis, want ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Maar, het begint weer donker te worden. Ik denk dat ik het spel nou 10 keer gespeeld heb of zo. Dat is 2 keer de helft. Kijk, ik ga terug. Ik heb suiker gevonden. Of suiker. Wat verder had je al gemaakt, Wilco? Wat? Ja, er is nog niks beneden hoor, Erwin. Oké, dat zie ik voor mij wel. Ja, daarachter, daar heb je ook een hele cave system. Misschien dat ik die met morgen met iemand ga exploren of zo. Oké, jongens, ik heb bedden. Hoi. Nou ja, even kijken, hoe gaan we die bedden neerzetten? Dank u. Op de grond. Verder gegaan.
Ja, ik heb stenen voor het dak. Ja. Ik heb voedsel. Ik heb heel veel hout in de kist gestopt. Oh. Dankjewel. Ik heb mot voor liefhebbers. Wat? Stenen dak? Oh, oké. Okay. Oh, daar hebben we... Ik leeg. Er zal vast wel iemand doodgaan zo. Hey. Oké, okay, Towler, bedankt voor je vrijwillige bijdrage. Kom hier en sterf! Oh. Zo, dat was geniaal. Ik ben wakker hoor. Zo? Nog een, heb je nog meer? Heb je nog iemand wol gevonden? Nope, sorry. Ik heb heel veel vlees gevonden. Ik heb heel veel veren, maar. Wie heeft er een konijntje geslacht? Wie wilde dood? Ik was het niet. Wie is het? Shawnee? Shawnee, hoe durf je? Shawnee, mijn kanaal is konijnvriendelijk. Er worden geen konijnen geslacht. Oh, Shawnee. Lekker jongens, veel iron. Ja, ik heb ook wel iron meegenomen. Ja, daardoor stond ik even in de fik. Creepy. Sowieso, heb je iemand nog wat kool? Nee. Daar kan ik je helaas niet mee helpen. We gaan sowieso ik heb, 30 kool gevonden. Wat meer furnaces neerzetten, want anders, weet je... Ik kan wel wat toortjes gebruiken. Wat furnaces neerzetten kan geen kwaad. Botertje! Ah, ik ben zo blij dat je deze Let's Play nog veilig bent, Botertje! Ah. Ja, Botertje is er weer bij! Botertje! We moeten een nametag vinden, we moeten gewoon een nametag. Screw die witter, we moeten een nametag vinden. Zijn ze nog klein of niet? Ze zijn nog klein. Oké. Okay. Want ze moeten ook even binnenkort even... Hij moet een nametag krijgen! Ze moeten binnenkort even... Nee, Botertje blijft leven. Ja, maar we moeten wel even binnenkort ze laten. Hou het nou eens even netjes, ja? Ja, dat moet gebeuren, anders kunnen we... Netjes beginnen? Jongen, we moeten ook voer hebben, hè? Ja, natuurlijk moeten we ook voer hebben, gewoon slachten. Maar dan gaan we het niet over bloemetjes en bijtjes hebben. Oké, maar hoe kunnen we nou weten wie Botertje is als we gaan slachten? Nou, die krijgt een naamkaartje, daarom moeten we een naamkaartje vinden. Oké. Dus... Hey, en de pool. Dus, maar ik denk dat dit op zich wel goede progress is voor de eerste aflevering. Door we hebben een huis en we hebben de eerste nacht overleefd. Dus, beste mensen van Zelda Play 20. Hey, ik ben altijd gewend op iets anders. Nee, beste kijkers, dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Op aflevering 3 komt het natuurlijk op de Wall of Awesome Comments. Die gaan we ook zo snel mogelijk maken. Dat begint in aflevering 3. Touwen die gaat helemaal gek worden ondertussen. Dus laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ja, ik hoop jullie morgen te zien. Dit wordt een nieuwe weekend special. Dus elke weekend krijgen we weer een nieuwe aflevering van de Hardcore Series. Dus ik dank jullie voor het kijken. En met z'n allen zeggen we dan tegen jullie... Doei!